We krijgen hier op de broederschool KLIL. Dat is eigenlijk dat je een andere taal leert terwijl je een vak aan te leren bent. Voor mij is dat de eerste keer dat we in het middelbaar Engels leren. Maar dat is wel goed om je talen te verbeteren. En zo leer je tegelijk je vak, maar ook tegelijk Engels, bij ons in dit geval. Maar ik vind aardrijkskunde wel een beetje saai en Engels maakt het wel leuker. Met KLIL en zo, dat is twee vakken tegelijkertijd, dus je kan meer leren. It's fun to be in class because we do a lot of activities. You learn a lot of new vocabulary in English. Je kunt het ook gebruiken in het dagelijkse leven, bijvoorbeeld op de trein als iemand iets aan u vraagt in een andere taal. Using English, you can also talk to other people that come from other countries and that are visiting your country. De toetsen moeten wij ook allemaal in het Engels invullen. Allee, dat hoeft niet, maar het wordt dan met smileys aangeduid. Hoe goed dat u Engels is dat je op uw toetsen hebt gebruikt. Het is ook een heel goede manier om een taal aan te leren. Ik kijk er wel naar uit om volgend jaar een ander vak in het Engels te krijgen, omdat je dan over een ander onderwerp gaat praten, zodat je andere woorden in het Engels leert. Dus dat lijkt me wel interessant. En dat is wel, dat vind ik wel heel tof en ik vind het ook wel leuk om te studeren zo in plaats van gewoon in het Nederlands. Op die manier wordt de stap naar hoger en verder is het onderwijs wel heel, heel makkelijk en heel natuurlijk. Ja. En de wereld zelf is ook, ja, we zijn allemaal anglofielen geworden, hè, of kleine Amerikaantjes. De gamewereld is Engels, de muziekwereld is Engels. Televisieseries zijn Engels. Vaak worden dingen opgepikt zonder ondertitels en dan passeert dat ook. Maar hier heb je het voordeel dat het op een goede, correcte manier bijgeschaafd wordt en een heel mooi en keurig Engels is. En de leerlingen waren helemaal niet bang om fouten te maken, dus ze konden die fouten onmiddellijk herstellen. En dat was gewoon dat je daar een fout maakt, dat was helemaal niet erg. Ik vind het wel een unieke ervaring dat je ook iets in een andere taal iets kan leren. En die KLIL zag mij er ook wel heel leuk uit en dat is het ook, dus ik ben blij dat ik deze keuze heb gemaakt.